Oké, jongelui, ik ga in dit heel korte filmpje jullie uitleggen hoe je nu kunt weten als een stroom doorheen een solenoïde loopt, wat precies de zuidkant is en de noordkant van je magnetisch veld dat je creëert. Het is dus niet zo dat de pluskant altijd overeenstemt met de zuid en de min met de noord of omgekeerd. Je moet dit doen aan de hand van deze regel, dat is de regel van de kurkentrekker of van de vijs. Ik lees hem even voor. Wanneer men een kurkentrekker of een vijs volgens de as van de solenoïde plaatst en hem draait in de zin waarin dat de stroom doorheen de windingen loopt, dan gaat de vijs altijd vooruit van de zuidpool naar de noordpool. Nu op deze figuur, de volle lijnen zijn altijd aan de voorkant en de stiplijn naar de andere achterkant. Dus stel nu dat de klos is gewikkeld en dat de stroom hier van de plus komt, en dat die dus zo doorheen mijn solenoïde loopt. Dus dat we zeggen aan de voorkant van onder naar boven en de achterkant van boven naar onder. Wel, wat moet je dus doen? Je plaatst hier een vijs of een kurkentrekker en je draait die in de richting dat de stroom doorheen uw wikkelingen loopt. En als je zo aan die vijs draait, beweeg je naar daar. Met andere woorden, dit is de zuid en dat is de noord. Dat is de tweede regel van de kurkentrekker. Ik kan nu even mijn camera verzetten en het u nog eens meer in detail gaan tonen. Hier is mijn solenoïde. Zo. Dus stel nu dat deze kant is verbonden met de pluspool. Dat wil zeggen dat de stroom hier binnenkomt. Dan loopt de stroom hier eerst naar de voorkant en dan naar de achterkant. En loopt die dus zo verder tot aan deze kant. Nu, denk hier een denkbeeldige vijs of kurkentrekker en dan draai je daaraan in de richting dat de stroom doorheen uw klos gaat lopen. En als ik zo draai aan die vijs, dan beweegt die in die richting. Met andere woorden, dan is dit de zuidkant en dit de noordkant. Je kan natuurlijk ook de redenering doen vanuit de andere kant. Want als je hier uw vijs zou plaatsen, ja, en je draait dan in de richting dat de stroom doorheen uw klos loopt, dat was zo. Ja, en je draait dus zo op die manier, dan beweegt uw vijs eruit, dus in deze richting. Wat weer wil zeggen dat dit de zuid is en dat de noord. Dus als je hier zo draait in wijzerzin en je draait ze naar daar, dan is dit de zuid, dat de noord. En hier draai je zo, zodanig dat dit de zuid is en dat de noord. Nu, in uw handboek staat ook nog een andere regel die je ook kunt hanteren om het magnetische veld te gaan achterhalen of de zin van je magnetisch veld. Ik ben daar persoonlijk niet zo erg fan van, maar het kan, als u dat beter kan helpen. Wat is de regel? Neem uw klos vast en uw vingers moeten gericht zijn naar de richting dat de stroom doorheen uw klos loopt. Dus dan neem je ze zo vast, als de stroom hier aan de voorkant van onder naar boven loopt. En dan gaat uw duim wijzen van de zuid naar de noord toe. Voilà, ik denk dat met dit kort filmpje dat je kunt begrijpen hoe het magnetische veld van een doorstroomde klos is georiënteerd.